Hoi! We zijn hier weer met Paaltje van Modern Workout en met Merel en Tessa van The Green Happiness. Yes! Hallo! En we hebben vandaag eigenlijk allemaal dingen waarvan ik niet weet wat het is. En die heeft deze man meegenomen, want dat gaan we proeven. Waarom? Omdat we zijn natuurlijk allemaal gewend aan een bepaald soort fruit in de schappen bij de supermarkt. Ja. Maar er is natuurlijk zoveel meer dat je kan eten. Ja. Dus mij leek het heel erg grappig en leuk natuurlijk, want je hebt heel vaak van die programma's waarbij mensen zeg maar dingen moeten eten die ze niet kennen. En meestal zijn het dan de meest afgrijzelijke dingen, weet je, dan moeten ze koeien ogen eten. En de vraag is of wij, de westeling, dit ook lekker vinden. Wat zoals ze maar in vertellen, hè? Ja, oké. Het ziet er ook heel erg spannend uit. Deze zeg maar kun je gewoon openmaken, net zodat je bij die lichee doet. Dan moeten we echt een beetje plukken zo. Oh, dit heb ik al een keer gegeten. Is het familie van... Ja. Liché achteraf. Oh, dit had ik niet verwacht dat die zo zacht zou zijn. Oeh, maar het fruit is wel lekker eigenlijk. Zit er een pitje in? Er zit wel een pitje in. Oké, nou ik ga ervoor. Ja? Maar dit is wel lekker. Het lijkt wel echt op liché. Maar ik vind het nog steeds lekker. Komt uit de anus van een aap. Dit heet longgang. Oké, het komt uit... Waar komt het vandaan? Azië. Longgang. Lekker. Oké. Dan nu deze, zeg maar, waar Klaartje blijkbaar een bepaalde associatie mee heeft. Ik zie dat niet, hoor. Een soort baby-ananas, dacht ik, jongens. Baby-ananas. Ja. Dat dacht jij niet zeker? Nee. Oh. Ja. Gewoon hier? Oh. Oké, lekker met... Oh, dit is een komkommer. Oké. Het is gewoon... Ja, het smaakt me gewoon even naar komkommer. Het is de boskomkommer en die groeit gewoon in het wild. Oké, okay, dat is jullie naam. Oh. Deze? Is er eikeltjes? Oh jezus. Doe aan, dankie. Ik kan het niet. Echt. Ja, een werkje zeg maar. Okay. Ja, er zit ook een behoorlijke noot in. Oh, het is een nootje. Op een gegeven moment kom je erbij zeg maar. Ja, en dan? Eerlijk zeggen, ik snap niet zo goed waarom mensen dit eten, want er zit bijna niks te vreten aan. Nee. Gewoon hier, dit zeg maar zo knabbelt. Ja, doe eens knabbelen. Je moet echt schraven met je tanden. Het is echt heel apart. Nee, in het begin denk je nog van oeh, dit is wel lekker. En daarna denk je ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het oké. Okay. Heb je heel erg veel moeite gedaan en dan... Ja. Een pomister of een pomister of een... Ik weet niet zo goed waar de klemtoon ligt. Nou, ik zou zeggen, nuttig het stelletje dan. Oh, ik krijg hem niet eens. Heel super. Uit haren. Geen pit in mijn haar. Nou. Ja. Ja, deze bal is zuur. Er zit dus een zure appel inderdaad. Oh, even een zure appel. Ik vind het ook niet heel vies, maar ik hou ook wel van hele zure appels. Oké, okay, ja. Hoe langer je hem eet, hoe vieser die wel wordt. Mag ik dat wel zeggen? Ja. Ik vind het... Je moet je... Dit kun je dus niet eten. Dus je moet het topje wel even ervan afhalen. Hij ruikt heel lekker. De bedoeling is zeg maar eigenlijk dat je hem zo eet. Oh, heel droog. Slimy. Ja. Ah, nee. Oh, dit vind ik niet zo. En dan heb je hele mond is dan helemaal. Slijmdouche, nou. Zo smaakt dit. Maar hij heeft heel gek, hij neemt inderdaad op een gegeven moment echt helemaal je mond open. Ja, even verklappen, als ze het namelijk wel lekker hadden gevonden, de bedoeling is dan dat je het echt zo eet. En dan krijg je een hele oranje smolder. Oh, doe eens. Mag jij doen. Dus dat, eigenlijk hoopte ik dat ze het lekker zouden vinden, hoewel dit ook leuk is. Dat ze straks de hele opnames met een oranje mond zouden staan. Conclusie? Lekker. We moeten meer dingen proberen. Dat lijkt me wel. Dat is wel heel leuk. Ja. Dat is wel superleuk. Stap de token in. En vraag om iets geks. Ja. Ja. Laat die mensen daar ook eens lachen. Ja, dat is wel. Nee, je moet verschillende dingen uitproberen. Sommige dingen zijn niet lekker. Ja. Maar deze, de longgang, en deze is ook wel lekker. En ja, de bergkomkommer. Ja, bos. Schudetjes ook. Bos. Boskomkommer. Bos.
paaltje. Dankjewel. Ja.